Jack Tucker, alias Magic Jack. Hij is magisch entertainer en mentaal kunstenaar, zo noemt hij zichzelf. En volgens de persjury van de Achterhoekse talentenjacht Open Podium, onlangs in Doetinchem, was hij een echte verrassing. Kijk maar eens even, Jack aan het werk. To make this a better world, we have to start by speaking Dutch. Nou ja, dat komt er goed uit. Het is een goudvis. Een vis! That's it. Heeft iemand het gezien? Ik ben heel erg blij deze week en ik wil het graag met jullie delen. Mijn vriendin is namelijk zwanger. Mijn vrouw reageerde wat minder enthousiast. Ja, ja, stand-up comedy en goocheltrucs. Ja, klopt. Zo moet ik het zien, hè? Juist, ja. Ja. Wanneer dacht je, nou, dat ga ik maar eens doen? Ik denk rond mijn 20ste. Toen was ik net klaar met mijn opleiding. En nou ja, dan ben je zoekende en dan ben je niet tevreden met waar je voor geleerd hebt. En dan ga je een beetje kijken. Waar had je voor geleerd? Zelfstandig ondernemen, dit timer. Okay. Ja. En dat wilde ik dus niet gaan doen. Nee. En op vakantie in Griekenland ben ik heel toevallig een goochelaar tegengekomen die mij betoverd heeft, zeg maar. Ja, maar waarmee dan? Met een hele simpele truc eigenlijk. Het was een klein vierkant doekje. En het was in Griekenland, dus die meneer die had een t-shirt aan gewoon. Geen mouwen, niets van zoiets. En dat doek dat ging in zijn vuist. En voor je het wist, was die verdwenen. En dat kon dus niet in die mouwen zijn verdwenen? Nee, want dat is het eerste wat je natuurlijk denkt als je er geen verstand van hebt. Van, dat gaat in de mouw, maar goed, dat kon niet. En voor je het wist had hij hem ook weer terug uit zijn andere vuist. En dat heeft hij eigenlijk een half uur gedaan. Dat was ook de enige truc die hij vertoonde. Maar op zijn even minuut pakte hij jou dan helemaal. Dat blijft de Griek, hè? Ja. Eén trucje kopen en maar. Toen waren al crisis, zeg maar. En nou ja, daar heb ik een half uur bij gestaan. En die truc die heb ik van hem gekocht. Althans, het geheim. En die heb dat ga je dan nu vertellen, hè? Want waar laat hij dat dan? Nou, kun jij een geheim bewaren? Ja hoor, ik wel. Ja, ik ook. Jij ook, ja. Dus ja, die trucs, dat is de ellende. Die trucs moet je kopen en die moeten dus ook echt geheim blijven. Ja, nou ja, soms koop je een truc, soms koop je een geheim. Soms koop je gewoon een boek waar je trucs in kunt lezen. Kun je hier iets aan tafel doen, qua trucigheid? Ja, zeker. Ja, wil je nu iets zien? Ja, graag. Ja, wij willen graag zien wat je kan. Eventjes belangrijk dat jij volledig ontspannen bent, Rob. Dus ik kom eventjes bij je. Die is altijd heel relaxed. Nou, ik vind jou meer ontspannen dan Rob, dus we moeten eventjes zorgen dat... We moeten eventjes zorgen dat Rob volledig... Ontspannen is. Gaat ie? Nou, ik had al een beetje last van mijn oren. Maar... Heeft u het gezien? Wat er gebeurde, hebben ze niet gezien. Nou, dat, als je het maar gehoord hebt, dan, daar ging het eventjes op. Maar dat wilde ik niet laten zien. Ik wilde eigenlijk iets laten zien wat te maken heeft met mijn met het land. Gaat het? Gaat het erop? Het zit erop. Ik wilde iets laten zien met waar ik vandaan kom eigenlijk. Een kenner kan natuurlijk zien dat ik van origine half Duits ben. Ja. Ja, dat kunnen we allemaal zien. Dat kun je zien van mijn moeders kant. half Amerikaan van mijn vaders beste vriendse kant. En toen ik voor het eerst in Amerika ben geweest, heb ik iets meegemaakt wat ik graag met jullie wil delen. Je kunt natuurlijk heel veel dingen vertellen over Amerika, maar een van de dingen die mij echt gefascineerd heeft is de refill. Heb je daar wel eens van gehoord, de refill? Nee, op zich niet. Ja, opnieuw vullen. Ja. Het woord zegt het eigenlijk al. Je hebt dus een aantal restaurants in Amerika waar als je je drankje eigenlijk op hebt, dus als je glas leeg is, dat het gewoon weer opnieuw gevuld wordt zonder dat je daarvoor hoeft af te rekenen. En dat concept, dat wil ik eigenlijk naar Europa brengen. Daar heb ik iets voor meegenomen. En het enige wat je eigenlijk nodig hebt is een leeg en vooral ingedeukt blikje. Kan iedereen dat zien? Kun je dat zien? Ja. Mooi, hè? En wat je dan nodig hebt is een klein beetje magie. Nou ja, dat hangt hier overal. Het enige wat je moet doen is het vastpakken. En op het moment dat je het vastpakt, zul je zien dat de magie
zichtbaar wordt. Want hoe meer je kijkt, hoe meer je zult zien dat dit blikje zich eigenlijk heel langzaam herstelt. Net zat er nog een deuk in. En heel langzaam, heel rustig herstelt die deuk zich. En als je goed, kijk jij er eens in? Als je goed kijkt, dan zie je dus dat die open is. Nee? Maar goed, als ik er overheen zwaai... Hij is echt wel populair. Ja, hij is echt wel. Heel echt wel. Dit wordt heel populair, ja. Mariska. En als je nu kijkt, zie je dus dat het blikje eigenlijk dicht is. En dit is het moment waarbij de illusie realiteit wordt. Nou. En dit is volgens mij een heel mooi moment voor spontaan applaus. Heb je nog een voorbeeld? Waar wil je naartoe werken? Voor Hans Klokkerig? Ja, dat is een beetje... Nee, ik wil het vooral heel klein houden. De trucs die ik doe... Kijk, Hans Klok doet grote illusies. Dat vind ik ook mooi, maar dat is niet iets waar ik voldoening uit krijg om zelf te doen. Wel heel mooi om naar te kijken, maar niet iets wat ik zelf wil doen. Dus wat ik eigenlijk wil is een mix tussen magie en humor, maar dan met hele kleine... intieme trucs die ik gewoon opblaas. Zoals blikjes die zich vanzelf vullen. Ik snap het helemaal. Er zat echt niks in, hè, Emmy? Nee, in dat blikje, dat heb je gezien, hè? Ja. Goed. Jij gaat samen met... Ik snap, ja, dat wil ik dan weten na de uitzending, hoor. Jij gaat samen met finalisten van het Open Podium ga je toeren. Nou, mensen. Ga kijken. Die snappen er ook niks van. Kom kijken. Dankjewel.